Yo, wat up gasten, jij gaat nu kijken naar de top 5 van 2 weken geleden. Hoezo de top 5 van 2 weken geleden? Omdat daar Bassie en Adriaan in zat. Woe! Dus die video was ook offline gehaald, maar is weer online. Zo zijn wij bij Banjo Town. Veel kijkplezier met deze top 5 van 2 weken geleden. Wil je een video bekijken? Linkjes in de beschrijving. Lang leven de Fuck Bassie week. Hier is hij opnieuw online. Fuck Bassie. Welkom bij deze nieuwe top 5, ik ben IOD. Nee, natuurlijk niet. Ik ben Carlo Ellens. Welkom bij deze nieuwe top 5 op Banjo Town. Yay, eindelijk weer jullie favoriete gastpresentator. Voor het geval dat je echt dacht dat ik aan Jordi was. Nee, ik zei niks over mijn penis. Dat is Jordi zijn ding, dat doet hij heel vaak trouwens. Hij zit gewoon over zijn lul te praten. Past ook bij hem, hij is ook van nature een lul. Nee hoor, kan jullie wel tegen. In ieder geval, deze week presenteer ik het. We beginnen direct met de nummer 5. En dat is deze week niks minder dan Bassie en Adriaan versus Ridder Floris. Ik denk ook niet dat er mensen thuis zitten te popelen om nu wat te horen over een zwart-wit ridder die in een maillot loopt te roepen tegen mensen. Laat even reëel wezen. Ik denk dat mensen dat niet hebben. Praat maar over Bassie en Adriaan. Die zwart-wit ridder in een maillot hoeft niet. Door mij weten mensen wel af van Floris, want op mijn eigen kanaal heb ik de catchphrase. Ik heb de katphrase. Oldenstein! Ja, nummer 5 was dat. Geweldig was hij. Met Jordi dus erbij. Nu heb je toch een soort van Jordi gehoord deze aflevering. Leuke was, Jordi had stiekem de titel veranderd omdat hij online ging naar Kut Acrobaat en Clown versus Floris. En nu heb ik weer de titel veranderd naar Bassie en Adriaan versus Zwart-Wit Idioot in een maillot. Ik denk dat ik die wedstrijd heb gewonnen, Jordi. Fuck yeah. Laten we direct doorgaan naar de nummer 4. De nummer 4 is Herobrine. Weer met Jordi. Oké, laat maar. Laat me afspelen dan, hè. Fuck jou, Nick. Fuck jou. Fuck jou, Nick. Ga weg. Vieze homo. Dat is niet aardig. Rick, fuck jou. Hey, pak jou, Nick. Ik wist al wel eventjes van Target, joh. Oh, hey, pak wel eventjes deze fan. Deze plank Rick, is cool. Laat mij gewoon leven, heen. Pak plank is cool, Jordi. Ik pak plank is cool, keihard. Van de nummer 4 gaan we door naar de nummer 3. En als daar weer Jordi in zit, dan plaats ik gewoon een tweet en dan mag iedereen gaan retweeten. En dan gaan we kijken of Jordi een grote penis heeft of een kleine. Dan plaats ik echt dus één tweet, retweet als Jordi een kleine penis heeft. En nog een tweet als je vindt dat Jordi een grote penis heeft. Snap je? Maar dan komen we zo wel bij. Nummer 3 is jaaroverzichten. Ik doe alsof ik dat niet wist, maar dat wist ik al lang. Ik vond het leuk om dat in de video te doen van die retweets. Dus de jaaroverzicht van dit jaar. En de leukste was wel natuurlijk het terugblikken op Banjo Town. En alle extra dingen die er zijn gebeurd dit jaar. Gadverdamme, dus jij hebt gewoon de popkap van de grond afgeruimd en... Ja, die heb ik aan Jordi gegeven. Ja, maar ik vind het meer ranzig van Jordi dat hij dat heel pontificaal op zijn microfoon zet. Ja, maar die heb ik toen nog in jouw keer gedouwd, Bardo. Ah, nee! Dat weet ik niet eens meer. Ja, nou, toen stonden we op een gegeven moment bij het kraampje, Jamal had die popkap gegeven. En toen deed ik net alsof ik je aan het interviewen was en ik poorde ik met die microfoon vol in je kin. Ik zeg, joh, ga weg, je hebt net op de grond gelegen. Ik heb zo'n kutleven, hè. En van de nummer 3 gaan we direct door. Ik heb trouwens net de tweets geplaatst. En ik hoop dat Jordi nu niet op nummer 2 staat. Want op nummer 2 staan meestal hele knappe mensen. En wie zijn dat? Dat ben ik zelf. Nou zeg. Inderdaad, ik ben het zelf met Justin Beer. Yo, what up gasten van Banjo Town. Ik wil jullie feliciteren, want de wereld is niet vergaan. Alleen of dat geheel terecht is, is weer een tweede. Ik heb vandaag iets gekocht wat ik graag aan jullie wil laten zien. Ik loop er nu naartoe. En voordat ik ook maar iets verder ga vertellen, ik plaats het op Banjo Town omdat Banjo Town ook een gadgetkanaal is. Het is een mediakanaal, we doen alles hierop. En dit is een soort van gadget. Ik ben heel emotioneel. Ik kan hier niet tegen, ik laat het direct zien. Hier is hij. Kijk eens aan, hier is dan Justin Beer. Ja, vanaf Justin Beer gaan we direct door naar natuurlijk de nummer 1 waar iedereen op zit te wachten. En deze week zijn we heel ver gegaan. We waren bloot gegaan in de Slendertummies. Hij zit ook achter mij aan, denk ik. Hallo, die ben je weer kwijt. Ik was jou kwijt. En toen in één keer zag ik... Ik zie een taartje. Oké, ik ben een taartje. Ik zie een taartje. Ik heb een taartje. Ben je dood of niet?
Nee, ik ben bijna dood. Ik ben nog steeds die grot waar we net waren toen. Ja, hier, Rick, blijf staan. Ja. Hier ben ik. Oh. Hij zit achter je, Ja, hij zit achter mij, denk ik. Nou, zover was ik ook al wel, Rick. Hartelijk bedankt. Nou, dat was dan de top 5 voor deze week. Laten we even kijken welke tweet heeft de meeste retweets. Retweet als Jordi een grote penis heeft, heeft 9 retweets. En als retweet als Jordi een kleine penis heeft, 22! Woe! Jordi heeft officieel een kleine penis. Bij deze, tot volgende week met Jordi. En ik ben benieuwd wat Jordi nu gaat doen om het te pakken. Ik check jullie later trouwens. Hoi!